Welkom bij een nieuw item van Omroep Scheveningen. Vandaag staan we op de boulevard waar het NK ijskarving gehouden wordt. Ze gaan met 5 blokken ijs en een kettingzaag prachtige sculpturen maken. Ik ben benieuwd, ondertussen staat er wel op de dozen Hemelwit Kerr en Majaren met die kettingzaag. Kijken jullie mee? Nou, ik sta hier bij een van de kunstenaars die van de ijssculpturen een prachtig beeld moeten gaan maken. Het weer is eigenlijk, voor ons is het heerlijk, voor ons is het echt genieten geblazen. Zelfs hier op het strand, op de boulevard. Maar voor deze kunstenaars is het echt 3 keer niks. Het is 4 graden boven nul. Nou ja, wat moet ijs doen? Ijs moet vriezen. En alles gaat er druppelen. Dus ik loop even naar een van de mensen toe die dit allemaal maakt. Ik zie hier allemaal folie, ik zie heel veel mensen die maken constructies, die pakken ze in om het warm te houden, om het juist zo koud mogelijk te krijgen. Hoe doen jullie dat en wat is jullie tactiek? Zo laat mogelijk beginnen. Het is gewoon een tactisch spelletje. Want anders dan smelt het, dan is het gewoon, gaat het stuk. Vooral op die ribben, hè, die hier zo, dus zo laat mogelijk erin en koud houden. Ja, dat zie ik ook inderdaad. Heel veel draaiijs. Het mooiste zou natuurlijk zijn geweest als jullie daar bij Cool Events binnen konden gaan doen. Ja. Maar ja, helaas, daar staat al heel veel. Ja. Maar ja, goed. Dit is ook leuk, toch? Ja, zeker. Super gezellig altijd. Dus Nederlands kampioenschappen. We doen voor de 13e keer mee. Oh, dus het is gewoon, is gewoon leuk. De ploeg ken je. Gaat het jullie lukken? Hopen we. Ja, als jij nou meeduimt. Dat gaan we zeker doen. Ik zeg, we komen straks even terug en dan kijken wat het geworden is. Het moet er in ieder geval heel erg veelbelovend uit gaan zien. Ja. En anders dan hebben we de foto's nog. Ja, dat is waar. Dank u wel. We zijn weer terug bij de mensen waar we straks ook stonden en een paar vragen hebben gesteld. En het is enorm veranderd. Je gelooft het eigenlijk niet dat met zo'n bruut grote kettingzaag zo'n klein stom laagje van het ijs gehaald wordt. Ik vind dat zo knap. We gaan eens even kijken of we wat vragen kunnen beantwoorden. Jullie zijn flink opgeschoten, zie ik. Ja, toch? Goed, hè? Ja, echt. Staan niet stil, hè? Nee. Ik zie nog iets wat me opvalt. Dat hele evenement wordt gesponsord door Steel. Ja. Maar jullie werken met een Husqvarna. Ja, dat kan. Ja, we hebben een sponsor. We hebben Husqvarna als sponsor. Ah. Dus we hebben de kettingzagen kunnen we ervan lenen. Die carvingzaagjes kunnen we lenen. Dus alleen onze sponsor ligt in het ziekenhuis. Dus bij deze, misschien hoort hij het. Ja, mocht je dit zien. Ja, daarom. Dus... Ja, maar we schieten lekker op. Maar we schieten op. We hebben genoeg eigenlijk gewacht. Dus we kunnen nou tenminste doorgaan. Ja, want het viel u niet tegen. Het is niet enorm extra gesmeld. Of... Nee. Massief houden, hè. Dat is het enige. Ja. Ja, nee, dat ja. Het waren echt mensen die waren echt heel hard bezig om ze koud te houden. En met doeken, noem het maar op. Ja, en stikstof en alles. Ja. En inderdaad, folie erop. Dus dat het goed koud blijft. En dan stikstof. Dus, maar ja, we hebben niet zo'n heel massief beeld. Dus dat moet je dan toch wat later moet je eigenlijk starten. Dat is wat jammer. Ja. Want hoe lang denkt u dat u er nog aan werkt? Het moet 4 uur klaar. Simpel zat. Ja, en ik heb al wat juryleden gezien. Ze zijn er al. Oké, zijn ze er al? Oké. Nou, laat ze maar komen. We zijn er niet bang voor. Kijk, dat horen we graag. Wij gaan nog even verder kijken. Okay, en ik hoop dat u in de prijzen valt. Ik heb de prijzen ook gezien. Ja, oké. Ja, maakt niet uit. En anders is het kunstje gewoon altijd hartstikke leuk. Dus, En u heeft een mooie, leuke dag gehad. Ja, dat dacht ik ook. He? Daar gaan we voor. Dank u wel. Ja, dank u wel. Succes verder. Hoe vind jij het? Leuk, mooi. Ja, maar welke vind je het allermooiste? Hier en ik en de boterhammen. Welke? Die draak, die staat daar. Ja, die staat daar. En hebben jullie alles al gezien of zijn jullie net begonnen? We zijn net begonnen. Ja. Oh, dus het wordt nog spannend welke of er nog eentje is die mooier is. Ja. Nou, ik hoor het misschien straks wel van jullie.
Zoals je ziet hebben ook de kinderen het enorm naar hun zin. Wij gaan even kijken naar de andere bouwers. Ik hoop dat het daar ook super goed gaat. Heel veel beelden zijn ondertussen af. Het is nu 3:30, om 4:00 moeten ze stoppen. Deze is bijvoorbeeld af, maar als je kijkt, het is echt te warm. De druppels vallen eraf. Ja, het gaat gewoon zo snel. 5:30. Wat ik begrepen heb, komt de jury pas om echt te kijken. Het is heel jammer. Ik hoop dat ze echt komen controleren hoe de ijsbeelden zijn. En niet hoe mooi het plasje water is wat er ligt. Ja, te warm, hè? Ja, toch, het is toch te warm, jammer. Het smeltwater loopt langs die randen, zeg maar, die we geplakt hebben. En dat smeltwater is gewoon veel warmer dan het ijs. En dan is het gewoon weg. Ja, het was echt hartstikke mooi. En ja, het is het eigenlijk nog steeds. Het is echt zonde, want jullie hadden nog maar een paar minuten de tijd. Ja, het is... We hebben het opgezocht, het risico. En ja, het is... Niet goed uitgepakt. Nee, volgende keer maar toch in die ijskoude hal daar. Ja, we kunnen proberen. Ja, gewoon erheen plaatsen, zo wegen ze niet toch? Ja, nee, ja, dat is het beste doen. Ja, jullie hebben in ieder geval een leuke dag gehad. Het is toch mooi geworden ondanks de pech. En toch bedankt voor dit mooie resultaat. Dankjewel. Nou, je hoort het. Het is echt jammer voor deze mannen. Die hebben echt de hele dag vanaf vanmorgen 9:00 zijn iedereen hier geweest. Nee, het is echt te warm. Het is echt te warm. Helaas. Nou, we staan hier bij de draak en deze heeft echt veel te verduren gehad vandaag. Deze mensen zijn de hele dag bezig geweest, dan viel er een stuk om, dan brak er een stuk af. Ze hebben denk ik tot 2-3 keer opnieuw kunnen beginnen. Echt, alsnog zo'n mooi beeld voor elkaar gekregen hebben, ik vind het helemaal geweldig. Echt super gedaan. Vind dat zij wel een prijsje verdienen. Terwijl de jury buiten nog bezig is met het bekijken van alle beelden, zitten wij nu lekker warm binnen. Er staat even een lekker kopje koffie, een chocomelk of weet ik het wat. Hier staan ondertussen ook de prijzen al opgesteld. Dus voor de eerste plek de beker en ik weet niet hoe het verder verdeeld is. Dit vind ik redelijk een ludieke prijs. Vooral als je wat relatieproblemen hebt, komt de kettingzaag soms al van pas. Maar daar gaan we het verder niet over hebben natuurlijk. Wij gaan zo kijken naar de prijsuitreiking. Wij zijn heel erg nieuwsgierig wie hem gewonnen heeft. Ik sta hier naast de terechtste winnaars van het NK Ice Carving 2017. Ook al zitten we in 2018. Ik moet zeggen, het is echt een onwijs mooi beeld. Ondanks de tegenslagen die jullie hebben gehad door het weer. Hoe hebben jullie dit voor elkaar gekregen? Ja, een beetje geluk en goede voorbereiding. Ja, dat hebben jullie zeker gedaan, wat ik heb gezien. Er is echt heel veel gedaan. Alles afgeschermd, ook tegen de wind, denk ik. En nu? Wat is jullie volgende doel? Ja, we komen volgende keer terug voor, om de titel te verdedigen natuurlijk. Dit was een hele uitdaging, omdat het weer redelijk warm was. Hè. De wind, dat is niet ideaal. Dus het was een hele uitdaging, maar we hebben net voor de jury allemaal kunnen houden. Dus, ja, een prachtig gereedschap gekregen voor de volgende uitdaging. Ja, gelukkig hadden we die nog niet. Dus, Het is echt heel mooi geworden. En van waar deze vis? Het is een speciaal vis, die kom je niet overal tegen. Nee, nou ja, wij komen van de Veluwe. Dus we hadden zoiets van, als wij naar zee, richting zee gaan, dan denken wij gelijk aan vis. Laat ik het zo zeggen. Deze sprak mij aan omdat hij veel expressie heeft en je kunt er veel mee. Hè, wij doen normaal veel woodcarven, maar met ijs kun je eigenlijk en maak je met meerdere stukken maak je wat. Dus dit bouw je op, waardoor je hele andere dingen kunt doen dan met hout. Dus daar zat voornamelijk de uitdaging in om zoveel mogelijk eruit te halen. Oké, dan. Ja, ik vind hem echt prachtig. Ik heb zelf ook altijd met vissen. Dus dit is voor mij natuurlijk al snel een hele mooie. Ja. Ik vond het echt geweldig. Ik hoop jullie ook echt terug te zien. Dus, ik hoop het wel. Ik weet niet waar het in de volgende editie is. Weet jullie dat toevallig al? Nee, ik zou het niet weten. Maar. Nee. We gaan zeker eruit terugkomen. Ik hoop dan ook hier op het prachtige Scheveningen. En er staan er altijd nog wat binnen, hè? Ja. Om te bewonderen. Precies. Nou, dank jullie wel en veel succes bij de volgende uitdaging. Dank je.
Dit was de NK ijskalving van 2017. Prachtige editie. Echt een uitdagende editie, zoals jullie hebben gezien. Het was best wel warm voor ijs. Het was aan het smelten. Het brak af. Er zijn echt beelden gewoon afgebroken. Er was er eentje. Die heeft net de jury gehaald en toen was het afgelopen. Dit is de terechte winnaar. Ik ben benieuwd wat wij nog meer van hun kunnen gaan zien. Ik hoop ook hier op Scheveningen of misschien in Den Haag. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze uitzending. Ik zeg, deel en like deze video. Tag mensen, weet ik het allemaal wat. Tot de volgende keer. Houdoe. Thank you.